Wim! Nee! Terug! Maar ik wil niet. Je voelt het, maar ik voel niet. Dat Sput niet zo lekker gaat. Hij is de laatste tijd heel erg slap. En anders dan moet hij morgen worden ingeslapen, helaas. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het een prettig dagje. Het is vandaag een mooi luchtje, lekker blauw. En als het goed is, wordt het vandaag 23 graden. Ik ben nu onderweg naar Haarlem, want ik ga lekker sporten bij Hidden, bij Healthy Bastards, gezellig. En daarna ga ik naar Amsterdam, want dan heb ik een meeting met Floris voor misschien niet zo erg leuks. Gaan we gewoon een beetje, een beetje sparren over iets, zeg maar. Ruben gaat ook mee. Ik ging net even op de weegschaal staan, jongens. 84,5. Kan ermee door. Zo, ik heb heerlijk gesport. En ik kom nu buiten. En het is gewoon warm, joh. Ik loop hier in mijn korte broek en een korte mouwen shirt. En het is gewoon warm. Serieus? Nou, helemaal top, joh. Oh shit, mijn raam stond nog open. Ik ben weer terug in Amstelveen. En ik heb energie vandaag, jongens. Het zonnetje schijnt. En ik moet ook zeggen, ik ben nu al een paar keer. Ik ben nu volgens mij al 3 dagen achter elkaar vroeg op, of 2. Maar ik merk dat ik het toch wel lekker vind. Zo, dat ik dan nu al bijvoorbeeld, kijk, nu is het pas 12 uur. En ik heb al gesport. Ik ben al langs de zaak geweest met mijn pa. Weet je, dan heb je al wat gedaan, weet je. Dan voel je je veel productiever. Dus we gaan even naar boven kijken of er volk is. Volk! 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 Hoi! Hoi! Ik zei al, hoi! Mannen! En mevrouw! Heb je lekker gesport, Dink? Ik heb al gesport. Wat zijn nou? Zijn nou Binky? Ben ik een Binky? Brinky ben jij. Nee, niet een Brinky. Ik ben een Binky. Oh, kijk eens even. De Binkenschoenen zijn weer aan. En dat betekent? Dat we ook Binkenwerk gaan doen. We gaan Binkenwerk doen. Nee, ik zat het dan net al een beetje uit te leggen. We gaan misschien iets leuks doen. Dus we gaan eventjes een soort van een klein gesprekje houden. Lekker lunchen. Dus dat wordt top, jongens. Top, wordt top. Oh, mannen, kijk eens even. We hebben net, lekker gepraat en we gaan nu even eten. Dit wordt mijn ontbijt. Ik heb nog steeds niet gegeten, dus ik heb tonijntaart. Om 2:30. Jij hebt ook nog niet gegeten, ik toch? Ah, trouwens, dit is Floris, jongens. Hi, hey, jullie kennen hem allemaal wel van Videoland. Ja, daarom. Dus het wordt ontbijtje, dus even lekker eten. We gaan er weer van door. Gaan we weer, jongens. Zo, jongens. We hadden om 1 uur afgesproken en het is nu 4:30. Dus we hebben lekker lopen lullen. Het is, een beetje uitgelopen. Maar dat is goed. We hebben lekker de tijd genomen. Precies. Dat is goed. Maar goed, ik ga naar huis en dan ga ik lekker richting Haarlem. Waar is hij? Waar is hij? Waar zit hij? Hij is mijn hoekje aan het kijken. Hey. Heb je lekker gegeten? Ja. Ja? Ja. Een steak tartare tonne. Een lasagne. Bolognese. Oui. Was dat niet waar? Oui. Si. Pour qui? Nou, oké. Leuk. Hot. Tempo. We gaan de deur uit. Kijk eens even. Dat was snel, jongen. Dat was snel, hè? Zeer snel. Ik zei net dat ik naar Haarlem ging. Dat is dus complete bullshit. Want ik ga maar niet naar Haarlem, want wij gaan naar de première. Ja, The Northman. Het is wel een vette film, denk ik. We gaan over Normand. Ja, over Normand. Dus dat is leuk, ik hou daarvan. Ik heb ook een serie gekeken op Netflix, heet Vikings, vond ik ook hartstikke leuk. En volgens mij is het een beetje hetzelfde vibe hier, dus we gaan het zien. En misschien zijn er ook nog eens leuke mensen. Wie weet. Wat heb jij een grappig shirtje aan? Heb je dat nieuw? Lekker, hè? Waar hebben we dat gekocht? Ga ik niet zeggen, dus mogen ze zelf achterkomen. Een grapje. Sarah? Ja. Nou. We moeten een beetje opschieten, want we zijn een beetje aan de late kant. De film begint om 7 uur en het is nu 6:55. We zijn altijd een beetje te laat. Ja, het is, maar goed, ik hoop nog dat er wel plekken zijn, want meestal bij de als première is, dan is er best wel veel plekken zijn er dan bezet en dan moet je ergens vooraan gaan zitten. Dat is kut, dat wil je niet. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in? Kan misschien nog net een beetje meer, maar hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Dat is beter.
was denk ik wel bij de film. Het lijkt me echt heel ongemakkelijk om zo'n interview te geven. Het is een nieuwe film van de visionaire regisseur Robert Eggers. Ja, niet eerder bijzonder film. Zo, nou, Ruup, hé, tot ziens. Tot ziens, raar. Tot ziens, daar gaan we weer. Wat vond je van de film? Ik moet zeggen, ik vond het, ik had echt iets heel anders verwacht. Ik wil niet zeggen dat hij niet leuk was, maar mijn verwachtingen waren gewoon heel anders. Ik dacht, dat zijn echt van die gekke slagvelden en helemaal tegen... Dat, maar ik hou ook niet van dat rare heksengedoe. En... Nee, het was wel... Ja, ik moet niet veel zeggen natuurlijk, maar... Ja, het was een beetje vaag. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Maar goed, als je benieuwd bent, moet je wel lekker gaan. Maar ik vond hem een beetje tegenvallen. Zo, ga jij maar lekker slapen, jongen. Hey. Slaap lekker, Binky. Slaap lekker, Binky. Hey. Jongens, we zijn weer terug bij het homefront. Ik ben hongerig en moe. Ik ben het ook. Ik ben hongerig, maar moe tegelijk. Maar wat moeten we eten? Een koekje. Hebben we nog een koekje? Ik weet niet of we... Misschien hebben we nog niet eens een koekje meer, Ruud. Ik ga niet te laat slapen, want morgen vroeg ga ik richting Stadskanaal. Naar dezelfde producers die... daar heb ik volgens mij wel een keer gefilmd. Die hebben het nummer Hey Meisje gemaakt. En ik ga daar morgen samen heen met Boris, met Sosse. Die heeft ook Hey Meisje gemaakt, maar... En met mij. Ik ga meezingen. Oh, nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet helemaal... Maar de muziek komt binnenkort uit. Die van jou? Ja. Dat is ziek. Heet het Ruben on the Beat? Ja, zoiets. Wordt echt mooi hoor. Ja, dik. Ja. Maar goed, ik moet morgen vroeg om 12 uur al... Ja, morgen vroeg, sorry. Ik moet om 12 uur in Groningen zijn. Het is 2 uur rijden, dus ik moet al rond een uurtje of 10 weg. En ik moet ook nog even afspreken met Boris wat we gaan doen, want die moet mee. Dus ik ga eventjes kijken wat de planning is. Ben je met de tijd om te gaan slapen? Ga naar bed. Kom. Morgen weer een drukke dag. Wat dan? Ik ga je moeder bellen, hè, als we moeilijk gaan doen. Kom. Kom maar. Maar? Nee. Wat moet ik doen morgen? Gewoon jezelf zijn, gewoon Willem. Weer Willem, maar stop je me dan ook in bed? Dus. Ik kan wel even meelopen naar je kamer. Daar, die deur rechts, ga maar. Deze? Ja. Oké. Okay. Ga maar even liggen alvast. Nee, je mag gewoon... Ja, de gordijnen zo doen. Kom maar. Nee, beentje, kom. Beentjes. Maar ik slaap nooit meer kleren aan, hè? Nee, ja, nee, deze keer moet je dat wel doen. Ik slaap altijd naar. Hey. Nou, Wim? Maar mag ik wel meekijken? Slaap lekker. Het is altijd zo moeilijk om Wim in zijn bed te krijgen. We willen altijd streven om hem gewoon voor 11:30 in zijn bed te hebben. Weet je wel, want het is natuurlijk ook nog een kind en moet goed zijn slaap hebben. Alleen af en toe is het gewoon een beetje lastig. Maar goed, ik ga ook lekker slapen. Dus Wim! Nee! Terug in je bed! Oké, dat mag wel. Maar goed, ik ga ook lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer! Zo! Ik ga lekker een koffietje pakken, jongens en meisjes. Goedemorgen! Goedemorgen! Zo, even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 9:30 en ik ga, zoals ik gisteren zei, richting Groningen, Stadskanaal. Het is 2 uur rijden, maar ik moet eventjes wachten op Boris. Boris is een andere producer, Keizer Sosse is zijn artiestennaam, zeg maar. Die zou hier, als het goed is, om 10 uur zijn, dus die verwacht ik zo. En dan gaan we met mijn auto helemaal richting Stadskanaal en dan gaan we het nummer Hey Meisje compleet afmaken en helemaal ready maken voor Spotify. Oh jongens, het komt dichterbij. Het komt steeds dichterbij. Maar goed, ik ga eventjes mijn koffietje pakken en ga ik hem opdrinken. Zo, mijn auto staat buiten en Boris heeft zijn auto binnengezet. Want anders wordt hij weer ondergekrast of die onzin. Dat is altijd even wat lekkerder dan... Als ik sowieso lang weg blijf en iemand anders is hier ook met zijn auto, dan zeg ik altijd van ja, zet hem maar gewoon even binnen. Dat is gewoon sowieso veiliger. Jongens, we zijn even gestopt bij de Shell, maar ik ben uit mijn broek gescheurd. Lekker is dat, jongens. Top. Kijk eens waar we zijn. Stadskanaal. We zijn er weer. We zijn er weer. Het was even rijden, maar we zijn er weer. We zijn er weer. Boris ook mee. En we gaan Hey Meisje helemaal afmaken. En hij gaat dik worden, dat weet ik zeker. Ja, man. Sowieso. 100. Sowieso. Maar ik wil niet. Je voelt het, maar ik voel niet. Dat weet je, maar je krijgt het steeds weer voor. Helemaal de focus, hè, die gozer. Helemaal de focus. Hij zit helemaal in. Knoppenbestuurder. Oh, maar die knop is terug. Ja. Hij zit in de cockpit. Hij zit in de cockpit. Ja, ja. Hij gaat ze opstijgen, ja. Ik kan je niet meer ontwijken. Ik weet wat je wilt bereiken. Toch trap meisje. Ik kan je niet meer ontwijken. Je push me. Hey, is dat ook helemaal geen reverb of niks op? Je push me. Ja, maar nu klinkt hij echt te droog. Hij laat je alleen voelen gewoon dat hij backings heeft. Mm. Maar het is niet dat het... Dat je poes me. Ik loop zo weg, laat ik hier gewoon mijn bril liggen en mijn sleutel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, iedereen hier is al weg, want die staan allemaal buiten. Maar het is af, jongens. Het is af. We moeten misschien nog kleine dingetjes een beetje fine-tunen. Maar
voor de rest is alles perfect. Dus ja man, ik ben benieuwd. We zijn weer terug in Amstelveen, maar ik ga gelijk weer door richting Haarlem. Want ik ga richting Ella en Ella moet tennissen. Dus ik ga even kijken, volgens mij is dat wel leuke content als Ella gaat tennissen. Maar goed, ik moest even richting Amstelveen. Want Boris die had zijn auto in de garage gezet, dus ik heb hem even open gedaan. En we gaan er van door. Zo jongens, ik rij nu richting Haarlem, maar kijk even deze lucht hé. Wat een plaatje zeg, niet normaal. Jezus. Ik zit hier nu 2 seconden en ik heb serieus nog geen 1 bal van die kant in dit vak gezien. De rest is allemaal daar overheen of daar. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed dit. Ik zit wel lekker. Dus dat is wel een voordeel. Oh, kijk hem nou liggen. Ik ben eventjes langs huis gegaan, want mama die belde. Dat Hey! Dat Sput niet zo lekker gaat. Hij is de laatste tijd heel erg slap. Eet niet meer, doet allemaal rare bewegingen en hij is gewoon heel erg mager. Hij is heel mager. Dus ze gaan morgen langs de dierenarts en dan gaan ze gewoon kijken of, ja, of hij ziek is of dat het gewoon dat hij pijn heeft of dat hij, ja, dat hij gewoon echt heel oud is. En anders dan moet hij morgen worden ingeslapen helaas. Hé, Sputty? Nou. Maar ja, als hij pijn heeft is dat gewoon heel zielig. Dat moet je niet willen. Mijn dag was perfect begonnen, want ik stapte de auto in en mijn broek was gescheurd. Maar hij is wel een beetje groot. Maak er een korte broek van. Dit is een nieuwe stijl. Toch? Ja. In plaats van skinny. Cowboy. Een hele goede morgen. Het is vandaag een topweertje. En ik sta hier gewoon in mijn handdoek. Want ik heb net lekker gedoucht. Maar goed. Ik ga me even omkleden. En dan gaan we richting Oudekerk aan de Amstel. Want we gaan eventjes lekker ontbijten. Slash lunchen. Samen met Willem, Ole en Ella. Dus ik ga me omkleden. Kijk eens eventjes waar we zijn. Oudekerk aan de Amstel. Wat een gezelligheid. En Ole is er ook weer bij. Hey Ole. Barcelona jongetje. Ja, goed met jou. Ja, goed. Het zonnetje schijnt jongens. Wat fantastisch. Ella is er ook gezellig weer bij. Ja. Ik heb altijd zelf daar in jouw vlogs. Zo. Zelf op die put. Ja. Jij hebt altijd zelf. Ja, altijd, ik heb altijd deze jas. Het grote kobertje. Ja. Ah joh. Het is gewoon mijn jas. Het is prima joh. Maar we gaan hier lekker aan het water zitten. Ah, die camera altijd. Man. Oh jongens, wat zitten we hier toch lekker, hè? Niet normaal. Echt genoeg. Aan het water, heerlijk. Ik weet alleen niet wat ik wil eten. Zo'n moeilijke beslissing. Ik weet wat je gaat eten. Wat ga jij eten? Ik ga het kip eten. Maar ik weet wat jij gaat eten. Ook het kip eten. Nee, ik ga een ribeye pakken. Ja, ik heb het gevoel, dat ik dus een broodje... Ja. Dit is Vincent Vissers in zijn natuurlijke habitat. Vincent Visser is een rare vis. Hij zwemt in visserzeeën. Maar hij vist niet. Vis, hey Willem. Hey. Gaat het met jou? Goed, we hebben net 5 heb je verloren? Van Ruben. Helemaal niet, je hebt verloren. Je hebt verloren, jongen. Ja, ik heb heel erg verloren. Ja? Hoe voelt het nou? Ja, wat kan ik zeggen? Het was een goede wedstrijd. Het lacht, van beide kanten. Lacht aan jou of lacht aan Vincent? Ja, Vincent. Ja, dat dacht ik al. Vin! Willem geeft jou de schuld voor je verlies. Nou, zou ik nooit zeggen. Ik had een padelrik gemaakt, dus ik kon het niet zijn. Jij hebt gepadeld? Ja. Jij was degene die geen concentratie had. Nee, maar jij was degene met de padelrek andersom. Jij sloeg met het handvat. Dat was echt Willem. Daar kom je nu mee. Ja. Leuke fan ben jij. Ga naar huis, man. Het is lekker weer en vandaag is Amber jarig. Nou ja, ze is niet echt jarig volgens mij, maar ze viert haar verjaardag. Straks in de supper. Dus we zitten al lekker aan een wijntje. In het zonnetje, na het padellen. Lekker hoor. Oh, Wim. Zit je er lekker bij, zo zeg. Godzitori. Er liep net een man met een verrekijker beneden. En de politie sprak hem aan. Dus ik moet zeggen, Wim, je moet even opletten. Ja, maar ik denk dat hij daarom hierheen is gekomen. Ja. Proost. Zo, wij hebben net gepadeld en het is tijd om richting Amstel. Dat kan ik ook gewoon hoor. Ja. Ik kan het ook, maar ik doe het niet. Ik heb nu last van mijn knie. Maar goed. Wat zeg je? Ik kan er ook wel bij. Ja, helemaal niet. Wat ik nu ook al wilde zeggen al een paar keer. We gaan nu Ja. We gaan nu richting het startshart, want we moeten even een cadeautje kopen voor Amber en Michelle. Die zijn natuurlijk vandaag vieren hun verjaardag. Dus we gaan even richting de Bijenkorf om te kijken, want daar heb je ook een afdeling waar je flessen wijn kan halen en allemaal van dat soort cadeautjes. Dus let's go guys! Oh. Nee, niet in het winkelcentrum. Niet in het... Oh. Niet in het winkelcentrum zo kloten, Wim. Oh! Dit is wel echt jouw hoek, hè, dit. Hoezo? Ik ging toch een hemdje aan doen? Ja, maar ik dacht dat jij een shirt nodig had. Ja,
We gingen net afspelen in Haarlem. Jij hebt toch wel eens witte blouse? Nee, liggen in Haarlem. Zo, we staan nu in de Bijenkorf, maar er zijn allemaal hier van die shakers. Je hebt hier allemaal een soort van flesje champagne. Maar het is zo lastig om een goed cadeau te vinden. Ik vind het lastig, ik snap het niet. Maar goed, we zijn nu aan het rondlopen. Nee, ja, het is lastig, hè? Ja. Ja, ik weet het ook echt niet. Maar het is ook, zijn er twee. Klopt, maar jij bent een vrouw, jij moet het weten. Ja. Wat vind jij, wat zou jij nou leuk vinden om te krijgen? Ja, weet ik niet. Maar dat ligt ook aan de persoon, hè? Ja, ik denk dat zo'n fles champagne gewoon met zo'n leuke verpakking omheen is gewoon hartstikke leuk. Maar ja, wat moet je anders kopen? Borden? Heb je ook niet zoveel aan. Maar dan is de vraag, moet je er één of twee halen? Ja, dat is lastig, hè? Oh, daar heb je Willem, hoor. Komt hij weer met zijn kut idee. Geurstokjes. Ja, geurstokjes. Wat een hoop, man. Wat? Ja. Ik vind de vrouwen echt in de kamer altijd prima. Het is wel lekker. Ja? Ik vind het best serieus goed idee. Twee jullie? Dit is ook wel... 30 euro. Merk, zeg maar. Ja. 30 euro. Nou, dan doen we er twee en dan hebben we het. Dat is toch prima? Deal? Ja. Nou, doen we dat. Ja, toch? Het is gelukt. Nou, we hebben er weer een gast hier. Ja, dit is wel een kanon, hè? Dat is ziek, zie je, hè? Ja, dat is wel echt een bruut ding. Maar ja, zoals jullie zien, Danny is er. Maar ja, zoals jullie zien, Danny is er ook weer gezellig bij. Want die gaat ook mee uit vanavond. Wat een, echt een carspotter jij, hè, jij. Wat is er? Wat is er? Oh. Wim. Wow, yo. Wim. Dit, hè? Maar dit heeft Ole denk ik gedaan, maat. Dit is denk ik Ole geweest. Ja, daar ga je. Ja, Wim, dit, daar ga je. Ja, Wim. Maatje. Nou, dan ligt er vast nog wel ergens. Denk je dat Ole deze heeft neergelegd? Of Ole, want Ole had het wel van een fles ijs. En hij zei nog, oh, Ole is nog wel van, nee man, ijs, nee man. Ik ga ze denken van, ja, ik weet niet, ik denk dat Ole is. Nou, jongens, jullie zien straks hoe Wim het gaat doen. Mijn zon ligt. Oh, ja, dit gaat dit. Go Willem. Dit gaat eigenlijk best goed, moet ze. Dit gaat je goed af, Wim. Hey. Hey! Oh. Hey, stop eens, joh! Wim, oké, nog een paar slokken. Je bent er bijna, jongen. Je bent er bijna. Zo, goed gedaan. Oh. Goed gedaan, jongen, goed gedaan. Hallo! Hallo? Hallo! Hier ben jij? Hallo! Wow! 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 Ja, dat is wel weer genoeg. Mooi, goh. Nou, kom binnen. Jij vrij toegang. Kijk dan, joh. Papa en mama ook gewoon in de club. Heb jij besteld? Zo, nou jongens, de morning after. Iedereen ligt er weer goed bij. Maar goed, ik ga lekker editen. Dus voor de deze video leuk, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag om 6 uur weer terug bij een nieuwe video. Dus later!